Jelle, een penalty gestopt op het allerlaatste moment in deze wedstrijd. Vijf voor NAC en vijf voor jou, denk ik. Ten eerste fijn voor NAC, voor de club. Ten tweede natuurlijk wel fijn voor mij, maar ik ben vooral blij dat we hebben gewonnen. Vooral de eerste helft was heel erg moeizaam. Dan hadden we heel veel moeite om de juiste mensen te vinden. Ze speelden met twee spitsen, daar hadden we wel moeite mee. Nou, de tweede helft zag je wel meteen een ander NAC. Alleen ja, dan kom je wel binnen vijf minuten één lachter. Herstellen we goed en daarna vind ik wel dat we de wedstrijd verdiend hebben om te winnen. Uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. Is dat een grote winst misschien geweest na die achterstand dat de kopjes niet naar beneden gingen maar omhoog gingen? Nou ja, kijk, het was vandaag zeker niet goed. Alleen heb je wel een ploeg gezien dat in ieder geval ervoor ging en met elkaar heeft gestreden tot de laatste minuut. En daar gelukkig heb je vandaag ook een beetje geluk gekregen. Maar je moet het al eerder beslissen in de tweede helft. Maaskant weg, is dit dan het schokeffect? Wordt dit de ommekeer? Nou, dat is moeilijk. Hè. Dat is altijd moeilijk als een trainer weggaat wat daarna gaat gebeuren. Dat kan de goede kant op gaan of de verkeerde kant. Dus dat is gewoon heel moeilijk om dat te zeggen. Dan moet er wel een nieuwe trainer komen. Worden jullie daar als spelers of een deel van de spelersraad daarin gekend? Praten jullie mee? Nee. En dat vind jij prima? Dat vind ik heel prima. Heel veel mensen die denken daar misschien anders over. Dat wij als spelersraad, dat ik daar persoonlijk moeite mee heb. Alleen ik vind het niet meer als normaal dat niet gebeurt. Weer wat meer rust denk ik in en rondom de club dankzij deze drie punten. Want gisteren stonden bijvoorbeeld de supporters of een deel van de supporters langs het lijntje bij de training. Wat vond je van die actie? Nou, het was vervelend hè, omdat je twee weken lang was het redelijk rustig. Dus dat verstoorde wel. Hè. We waren ook best wel geschrokken van het feit dat ze in één keer kwamen. Alleen als het op een normale manier gebeurt en één iemand heeft ons toegesproken op een hele normale en rustige manier. En dat vind ik het prima. Ik bedoel, ik begrijp heel goed die frustraties van de supporters die al jarenlang naar deze club komen. Ja, dan mogen ze ook best wel eens kritiek hebben op ons. En als het op een normale manier gebeurt, en vooral in dat groepsgesprek wat we gisteren gehad hebben, dan vind ik dat prima.